Hey, hey, welkom terug bij Karen's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Dank je wel dat je weer kijkt. Ik heb vandaag deze kaart voor je. Today I have this card for you. And look how lovely blingy it is. Kijk hoe zo mooi dat die blinkt. Ook aan de binnenkant een hartje met dat mooie foil paper eronder. I've used some scraps of the lovely foil paper. And I made this card because I had quite a lot of scraps of Whisper White and of the foil paper. Ik heb deze kaart gemaakt omdat ik nogal wat restjes had van Whisper White, thick Whisper White moet ik zeggen, en het foil paper. Maar ook omdat ik eigenlijk een paar mensen een kaartje wilde sturen in deze tijden van het coronavirus. I wanted to make a card which would allow me to use up some scraps. But I also decided to make a card to send my heart out to some people who may be in trouble in these times of the COVID-19 virus. Because if you're watching this video later, this is March 2020, and in the Netherlands at any rate, we are in the middle of this crisis. Als je dit filmpje soms later een keer kijkt, het is nu maart 2020. En in elk geval in Nederland zitten we midden in de crisis. De scholen zijn gesloten. Ik geef de hele week al van uit huis les via een videoverbinding. Schools have been closed for a week. And since I'm a teacher, I've been teaching online classes all week. But nevertheless, I wanted to go and make this video after all. Ik wilde toch dit filmpje ook voor deze week één draaien. Goed, we gaan dan even kijken wat er allemaal voor nodig is. I have a piece of thick Whisper White, which is an A4, which I've cut in half lengthwise at 4 1/8 inches. And then I've scored it because it was 11. I've got to say that. And I've scored it at 5.5. Alle Nederlandse maten zijn op mijn blog en link zit hier beneden. All the measurements in centimeters are on my blog and the link is below. So this is your base card. I've scored it at 5.5. So now I'm going to fold and burnish it. Ik ga me even vouwen en met het vouwbeen mooi plat maken. Flatten it with my bone folder and I'm putting this aside for use later on. You need a scrap piece of cardstock for a template. Je hebt een stukje restpapier nodig voor een schabloontje, want ik ga gebruiken de twee ponzen uit de Heart Punch Pack. En deze wordt dan het hartje voor het schabloontje. Let me just put that one aside. First I'm going to punch this heart out and I'm pushing my paper right down to the bottom and I'm aligning it up on the right. And then I punch and hereby I have created my template. Ik heb dat schabloontje gemaakt. Je zag hoe ik dat in de pond zette. En dat schabloontje is 8,5 centimeter breed. I've taken a size which is 3 3/8 inch wide. And this I'm going to use on a scrap piece of cardstock. Weer een restje papier. Kijk, en dat wordt dus die bovenste. It's going to be the top one. And I'm going to draw the outline of the heart onto that piece of thick Whisper White. Ik teken dus dat hartje op dat stukje papier, want ik wil zien waar ik stempel. I want to see where I'm putting my stamps. Then I've used the stamps from the Heartfelt stamp set. Plenty of hearts there. And I've already mounted them. And since my foil paper was the Pretty Peacock Green, I'm also using the Pretty Peacock ink. Ik heb de kleuren op elkaar afgestemd. Even mijn potlood opruimen. En dan begin ik met die grote stempel, this one. And I'm inking it up. And it's a large stamp, so it may need some time to ink up. So what I do is tap gently, check from the top if there's ink everywhere. Still no ink everywhere. Okay, allow the ink to... That should... Yeah, I'm just checking from the top. And now I'm stamping this one just to the left top of the heart. Beetje linksboven, sorry, in de bovenkant van het hartje. Even aanduwen zachtjes. Oh, en ik heb mijn stamping piercemat eronder. I've put my stamping piercemat underneath.
because these are photopolymer stamps and you need the extra cushioning. Now I have a perfectly stamped image, you see. Now then, for the other heart, I'm going to use the stamping off method. As you can see here, it looks as if I have different colors of green. Het ziet eruit alsof ik verschillende kleuren groen heb gebruikt, maar het is allemaal hetzelfde stempelkussen, maar door af te stempelen krijg je dus al die kleurverschillen. By stamping off, you can create these color differences. So what I'm doing is stamping it off and then I'm putting my stamp on there. That's the second generation and the third generation stamping. Tweede generatie, derde generatie, zie je? En dan lijkt het alsof je verschillende kleuren hebt. Ik ga ook de kleine stempeltjes uit de set gebruiken. I'm using the tiny stamps from the set as well. And since I started with I have a light color there, omdat ik hier beneden zo'n lichte kleur heb, zet ik hier wat donkerdere neer. Een lichtere. En nog een lichtere. Excuse me. If schools hadn't been locked down, I wouldn't have been able to go to work anyway, because I caught a cold. Ik heb een verkoudheid opgelopen. Dus zelfs als de scholen niet gesloten waren geweest, had ik toch niet mogen werken. Dus het is maar goed dat de scholen nu, dat ik online les kan geven. Even kijken, een wat donkerdere. That one is a bit darker. And now I'm putting a lighter one there. Do I need some more stamping? Yes, I think I do. So I'm taking this one again. Ik kijk een beetje wat leuk is. I'm just seeing what would look nice. There you go. And I want a stamped off one there. Ik maak een beetje zo een lijn naar beneden. I'm making a slanting line towards the bottom for some extra interest. I'll do the rest of my stamping later on because I need to stamp for the inside as well. Ik stempel dadelijk wel verder voor de binnenkant van mijn kaart. Dit is de bovenkant dan. En die leg ik even apart. Dan kan die drogen. I'm putting this aside so it can dry. Now I had these strips of the foil paper. En als je dat snijdt, dan heb je wel eens dat je zo'n rafelig randje krijgt. When you cut this, sometimes you end up with a sort of ragged edge. What I do in that case is just take my bone folder and put the paper upside down, and then I just drag my bone folder along the paper. It will curl slightly, but that's no problem. Als je zo met je bouwvouwbeen er overheen gaat, dan zijn die randjes weer mooi plat. You see, then I flattened the edges. Now, this was a 12-inch piece, so I'm cutting it at 6 inches. Excuse me. Pardon. Ik snijd dat even op 6 inch, want ik wil dat straks vastplakken op mijn kaart. En ik heb nog een ander stukje over en daarmee gebruik ik dan een andere pons. I'm using the scalloped edge punch now. And I'm punching two of these hearts. And if you turn it over like that, I should be able to get an extra image. If I'm not too clumsy, yeah, there you go. Minimum waste. Minimale verspilling. Ik heb dus deze twee hartjes nodig. En uit wat scraps pons ik nog een paar keer een hartje. Kijken dat ik er zoveel mogelijk uit kan krijgen. Just let me fiddle around a bit so I can get as many out as I can. Just two more. Ik pons er nog twee. Zo, ik laat je dadelijk wel zien waarom. Ik krijg er hier nog eentje uit. Nee, dat lukt niet meer. Nou, oké. That's that piece left. Then I need another scrap piece of paper. I have plenty. here they are. Because this I'm going to need for some more stamping in a minute. Now then, first of all, I'm going to punch a heart here that I stamped over earlier. Ik ga nu eerst dat hartje ponsen waar ik eerder overheen gestempeld heb. En ik kan nu zien waar ik ongeveer mijn potloodlijntjes heb staan. En dan pons ik dat hartje eruit. Als je hier potlood ziet, dat is niet erg. If you see pencil lines there, that's no problem. If you see any there, erase them. Als er hier potloodlijntjes op zitten, even voorzichtig eraf rummen.
Doe dat pas nadat je inkt goed droog is. That is why you should leave it to dry for a bit. No more pencil lines. Okay, now then. I can mount my heart on top of one of the foil hearts. Ik ga dat vastzetten op dat hartje van het blinkende papier. Zo. Here is mijn Tombow. En dat onderste papier is glad. The foil paper is really smooth. And it might, if you use your Tombow, it might move around still for too long a time. So that's why I'm putting some snail in the middle. Ik zet wat snail in het midden vast. En dan kijk ik even of hij naar mijn zin zit. And I check and then I press down in the middle. In het midden even vastzetten. En dan pas de rest. En dan verschuift hij niet meer. And now this heart won't move anymore. Since I'm at it, I'm putting it on dimensionals. Nu ik toch met het hartje bezig ben, zet ik het eventjes vast op wat dimensionals. Komt hij aan. Ik zet er één in het midden. En dan drie eromheen. I put now one in the middle. And three on the outer edges. And this can go on when I'm putting my card together. Okay, now then. I want to stick my foil strips behind my card. And I'll show you an easy method to do it. I'm using my tear and tape for that. And the length of my card was 5.5 inches. And this is longer, you see. And I don't want to use my glue all the way down. So I'm just sort of putting down a mark just below the 5.5 inches. Where's my pencil? There it is. Ik zet er een lijntje op, zo net onder de 5.5 inch. Dan weet ik tot waar ik mijn lijm moet smeren. Then I know how far to put my glue down. And this goes for the Tombow as well as for the tear and tape. Dat geldt dan voor de Tombow net zo goed als voor de tear and tape. Dus tot daar ongeveer. Je moet niet verspillen, vind ik altijd. Huh? You shouldn't waste anything unnecessarily. And another strip. Okay, now then. From Tombow, you know that when it sticks, it sticks. I said Tombow, but I meant my tear and tape. From tear and tape, you know it sticks. Van tear and tape weet je, dat heeft een ontzettende hechtkracht. Dus als ik zo'n lange strook wil vastplakken, if I want to stick down a long strip, this may go wrong. So what I do is, I'll remove part of the backing. Ik haal er een deel van die achterkant vanaf. Eigenlijk de twee hoekjes. En dan zet ik hem hierop vast. En dan kijk ik dat er aan deze kant gewoon hetzelfde is. And then I just push down. So I make sure that there and there it's more or less straight. Which it isn't. Okay. Let's see if I can still do something about it. Now you see. Stuck is stuck. Well, maybe because it hasn't been adhered. Yeah, I can still remove it. Let me just take a better look. This is better. Okay, now then. Then I can remove the rest of the backing and press down. And I can trim this edge. And it's easier to have it overlap. And then trim down. Het is makkelijker om er eerst een stukje uit te laten steken en het dan te knippen. En hier, dat doen we straks. And that edge I'm going to cut later. You see, first I'm sticking it down and then I'm cutting off the excess. Again here, same procedure. You remove part of the backing. Haal er een stukje van de achterkant vanaf. Hier is mijn stripje. En dan probeer ik ook hier weer. Kijk, ik had 1/2 inch. Dus ik probeer ongeveer een 1/4 inch, about 1/4 inch. I should have used my grid paper in the first place to start with. Ik had meteen al mijn grid paper. Oh! Ja, Karin. Zo, Karin. It decided to stick itself back. So I'm putting it on my grid paper and now I'm trying to align it. About 1/4 inch, 1/4 inch. This is better. See?
quarter inch, then I can remove the backing and stick it down, vast plakken, zo. Dan moet er aan deze kant wat plak komen. Kijk, hier zit niks, maar dat geeft niks. There's no glue here, but that's no problem at all. Right then, I'm again using some snail for the middle part. And where's my base card? Here it is, to put it ready. Now I can see whereabouts to put some extra glue. And oopsie, I forgot to trim this edge. Okay, let's try and do that without sticking myself to my card. Okay, there you go. If you feel the need, you can put some glue down here towards the top. Not all the way to the edges, because then it will stick out further than you want. Dus niet helemaal je plak tot aan de zijkanten, maar bovenlangs kan wel. En dan kijk ik van bovenaf. Ik heb mijn kaart opengevouwen en ik kijk dat ik hem even ver, dat hij hier onderaan mooi aanslaat. That you align at the bottom. And now I can let go of my card. And again, I'm pressing down on my snail. And then I can press down on the rest of the glue. Ik heb in het midden aangeduwd op de snail. En nu kan ik de Tombow mooi aanduwen overal. Kijk, en nu zie je dat hij aan deze kant erbuiten uitsteekt. Maar dat geeft niet, want je knipt hem gewoon eraf. And now you can trim the top edge. And you have a perfectly fitting front. Now for the little heart that I made earlier. I already put on my dimensionals. I'm removing the backing. En dan ga ik hem dadelijk op die kaart plakken. I'm going to stick it onto my card in a minute. And then I'm going to have a good look from the top. Ik kijk dan van bovenaf heel goed. Dat dus die hartjes op elkaar aansluiten. That these hearts align. Because if you put them on crooked, you see that doesn't look very nice. So I'm just checking three hearts. And then from the top, I hope my head wasn't in the picture. Press down and here you have the front of your card. And of course, you want extra bling. Er moet wat meer bling bling op. Dus ik heb ook nog van die Noble Peacock rhinestones. En die zijn dan ook in de kleur Pretty Peacock. Also in this beautiful color Pretty Peacock. And I'm just putting down an uneven number. Ik zet er een oneven aantal op. Dat vind ik altijd mooier. So that's number 4. And do I want another big one? Yeah, why not? En ik zet er nog een grote op en die zet ik weer hier op. Kijk, dan is de voorkant in elk geval klaar. Dan nog de versiering van de binnenkant. Dat zal ik je ook laten zien. Ik leg deze even opzij. Ik heb eerder 2 extra hartjes geponst en die ga ik even onder mijn foilhartje plakken. I punched 2 extra hearts earlier on. And I'm going to adhere them under my foil heart. En dat heb ik gedaan omdat ik het wat hoger wilde laten zijn. I wanted it to be a bit higher. But dimensionals were too high. Maar ik vond dimensionals weer te hoog aan de binnenkant van een kaart. Ook hier hetzelfde principe. Een beetje plak in het midden. Vasthouden en dan verschuift hij niet meer. Same principle. Some snail in the middle. Then I use my Tombow. And once I've pressed down in the middle, it won't move anymore. Kijk, ik kan nu nog bewegen, want die Tombow dat drijft het op. It will float around on the Tombow. And when I'm happy, I press down in the middle. And then, and you see, I've given this heart a bit of dimension. Nu heeft hij een beetje hoogte. Maar niet zo hoog als met die dimensionals. But not as high as with the dimensionals. Now, you could of course have your heart in as a foil heart, but I wanted to stamp on top, and I've used my scissors, and for that I've used the Speciaal voor jou. That's the Dutch version, and the English version is called Sending You Thoughts. I see there's a spelling mistake. Sending You Thoughts. Well, I meant thoughts, never mind.
I'll put my finger on top of that. Thoughts, sending you thoughts. I'll just change that later. And I've used fijne dag vandaag, which means something like have a nice day. And I thought that would be appropriate for my card. Okay, I want my... No, I don't want my stamp appears mat because this is a red rubber stamp. And here you can stamp because there's cushioning. Hier zit een kussentje onder. Dus dan hoef je die stamp appears mat niet te gebruiken. Nou, ik zet er wat inkt op. Even kijken of er voldoende inkt op zit. Ja. En dan stempel ik. Daar zit een vlek op. There was a spot there. Daar een beetje. Ik laat de inkt even goed in het papier trekken. I'm allowing the ink to soak into the paper. And then I can stamp another heart. This one from the Heartfelt stamp set. And now I'm bringing my stamp and pierce mat back in. And there was no reason for me to close my stamp pad, but never mind. Okay, my camera stopped filming. I had exceeded my limit. Whatever it means by that, because it seems to have a mind of its own occasionally. Because sometimes I can make a longer film and other times I just can't. Volgens mijn camera had ik mijn limiet overschreden. Dat zal dan wel. Soms gedraagt dat ding zich met een redelijk temperament. Aan de ene keer kan ik wel lang filmen en aan de andere kant dus niet. Maar goed. Dus ik heb fijne dag vandaag gestempeld. En die kan ik ook weer ponsen. I'm going to punch that with the straight heart. Met dat hartje met het rechte randje. Ik kijk een beetje dat ik hem mooi in het midden heb. Ik kijk dan naar die punt en die. En dan pons ik. Kijk, dan heb je hem al. Deze even wegleggen. Zo. Zelfde procedure. Same procedure. Some snail in the middle. Bit of Tombow. Not too much. Klein beetje is voldoende. En dan ga ik hem mooi in het midden vastzetten. I'm sort of figuring out where it will look nice in the middle. And there we go. Press in the middle, it will hold. And now it won't move around anymore. Especially on the foil paper. Dan schuif je niet meer over je foliepapier heen. Kijk, en dan hoef ik alleen nog maar mijn hartje vast te zetten in het midden. Of waar ik het wil hebben in de kaart. I only have to adhere it to wherever I want it to be adhered on the inside of my card. Ik vind hem daar wel mooi. I like it there. And as you can see, it has some dimension now. And I think that looks great. Door die hoogte vind ik het er heel mooi uitzien. Nou, dat was hem voor vandaag. Blijf veilig, blijf gezond en tot volgende keer. That's it for today. Keep safe, stay healthy and see you next time. Bye bye.